In Poedijk is de sloop van het iconische pand aan de Dr. Wijtjenslaan begonnen. Daar was vroeger Café De Luifel gevestigd. In 2019 sloot De Luifel definitief haar deuren. Eigenaren Henk en Ellie Hazewinkel, die het café meer dan 25 jaar runden, vonden geen opvolging en verkochten het pand vervolgens aan aannemersbedrijf Bouwmeester. Deze partij gaat nu aan de slag om op deze plek 5 appartementen te realiseren, waarvan 3 in het sociale huursegment. Henk en Ellie zullen zelf ook een intrek nemen in 1 van de woningen.